Een hele goede morgen. Vandaag ga ik je een dagje meenemen bij Milk & Paint. Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari. With me in the wave, but in the morning. Do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up. Milk & Paint is een e-mailmarketingbedrijf die strategie en advies aanbieden voor e-commerce, retailers en de B2B-markt. Zij zetten effectieve e-mailmarketing in en realiseren resultaat. Naast e-mailmarketing heeft Milk & Paint een eigen platform waar zij alle data van de klanten verwerken en de e-mails versturen. Doordat zij de enige zijn met beide mogelijkheden, maken zij optimale groei bij grote merken zoals Duifhuizen, Black Bananas, Madurodam en nog meer dan 300 andere merken. De eerste paar weken ben ik vooral bezig geweest met mezelf te verdiepen in e-mailmarketing en in het eigen platform van Milk & Paint. Gelukkig werd dit al duidelijk door trainingen, meetings te volgen en door zelf aan de slag te gaan. Mijn werkzaamheden zijn divers. Zo heb ik een cross-sell campagne mee opgezet voor een klant. Ook houd ik me bezig met het opzetten van de nieuwsbrief voor de maand mei. Naast de e-mail schrijven ben ik ook aan de slag gegaan met het bekijken van de Google Analytics statistieken en schrijf ik een blog over mijn stageperiode. De werkzaamheden sluiten goed aan bij mijn leerdoelen, zoals het verdiepen in e-mailmarketing en het verbeteren van mijn Nederlands. In eerste instantie wist ik niet wat ik van e-mailmarketing moest verwachten, maar dit is boven verwachting goed bevallen. Het leukste vind ik om te zien hoe campagnes tot stand komen en daadwerkelijk worden uitgewerkt. Dit zie ik dan ook terugkomen in de nieuwsbrieven en de e-mails. Mede door zelf opdrachten op te pakken ben ik een stuk zelfstandiger geworden. De afgelopen weken waren enorm leerzaam en ik zal er nog regelmatig aan terugdenken. In de wekelijkse meeting bespreek ik samen met mijn stagebegeleiders Arniek en Tim de stand van zaken. In mijn stageperiode heb ik aan meerdere collega's feedback gevraagd. Zo kom ik heel enthousiast over en voer ik communicatief gesprekken. Aan het begin van de stage kon ik mezelf nog verbeteren door aandachtig te luisteren en meer rust te bewaren in de gesprekken. In mijn tussentijdse beoordeling is er een groei te zien in mijn houding. Zo toon ik meer rust en openheid in de gesprekken die ik voer. Ook neem ik zelf initiatief en verander ik snel mee met verschillende situaties. Daarbij pak ik dan goed mijn plek in het team. Ik kan mezelf nog meer ontwikkelen door mijn persoonlijke stageleerdoelen uit te spreken. Na deze feedback heb ik meteen een plan van aanpak gemaakt en zet ik dit voort tot het einde van mijn stageperiode. Door de interne trainingen begreep ik het bedrijf sneller. Echter was het op het begin nog best lastig om deze manier van marketing goed te begrijpen. Momenteel snap ik het bedrijf helemaal en zie ik mezelf wel als een e-mailmarketeer. Dit is het einde van mijn stagevlog. Dankjewel voor het kijken en tot snel!